nu te zien in het Van Gogh Museum in Amsterdam. De tentoonstelling Gauguin en Laval op Martinique. Dit geeft aanleiding om het gesprek aan te gaan met het publiek. Welk woord wordt er nu nog gebruikt en mogen we absoluut eigenlijk niet meer gebruiken? Negerzoen of een jodenkoek. Ga terug naar je eigen land. Woorden als Creool vind ik ook niet oké. Kaaskoep of blekscheid. Het woord keg, juka. En dat is zo'n woord dat het eigenlijk... dat iemand degradeert. Het zijn allemaal koloniale termen die zijn gebruikt om verschil in mensen aan te duiden. Juka is eigenlijk... is net als ze in het Ghanese Boku zeggen. Dus dat is zeg maar dat je dus vertelt dat iemand een bosneger is, iemand die uit het dorp komt. En dat is dan eigenlijk een scheldwoord ervan. Er wordt gelukkig niet meer naar mij toe gebruikt. Mensen in mijn omgeving weten gewoon dat ze dat niet moeten gebruiken. Maar als men het toch gebruikt, is het een belediging. Er was een jongetje die deed het Joël en dan zeiden we Joël Chocomel. Alleen dat deden we als grapje en eigenlijk niet beseffend wat dat voor dat jongetje deed. En uiteindelijk was het ook een jongetje volgens mij van Surinaamse afkomsten, geadopteerd. En die riep toen naar ons toe bleekscheet. Ja, en wij wisten ook niet wat dat betekende, maar we waren helemaal niet bezig met discrimineren of racisme of wat dan ook. Dus toen had ik wel zoiets van ja, je hebt natuurlijk geen idee wat iets wat je zegt voor een ander uiteindelijk ook is.